Yo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Goeie Vraag. Het is weer tijd om een nieuwe vraag te beantwoorden met meer redactieleden. En ja, de vraag is uiteindelijk dan toch gekomen. We gaan het hebben over ons favoriete voedsel tijdens het gamen. Dus wat stoppen wij in ons mik terwijl we dikke frags proberen te halen in Overwatch? Nou ja, wat vooral meer als je dood bent. Nou, anyway. Iedereen gaat langskomen met zijn en haar antwoord. En ja, we hebben de snacks ook daadwerkelijk in huis gehaald. Dus geniet van dit smakkende verhaal. Wat is ons favoriete game voedsel? Dank jullie wel, een heleboel mensen, voor deze goede frag. Want ja, wat is je favoriete gaming food? Ja, weet je, mensen die mij zien streamen, die zien natuurlijk dat ik alles eet. Chocola, chips, cashewnoten, borrelnootjes. Ik drink graag bier. Shit, ik ben eigenlijk vergeten bier te halen. Het ligt boven bier, maar goed. Maakt niet uit, bier in ieder geval. Maar gaming food daarnaast chips. Maar goed, ja, weet je, je moet wel specificeren. Je moet het wel laten zien aan mensen. Dus... Ja, Doritos, de Cool American Flavor, die haal ik best wel regelmatig. En ja, waarom is die nou gewoon lekker? Ja, we gaan gewoon eten. Ik heb er zin in. Mm. Ik weet niet, het heeft een beetje die romige smaak. Creamy. Het eet gewoon lekker weg. En mensen die op Genius Crew zaten allemaal te zeuren van ja, dan krijg je toch smerige klauwen van ja, nou weet je, ik ben de enige die mijn controller aanraakt. Om die reden. Hij is vettig en zo, vies en ziltig. Maar dat maakt niet uit. Je hebt gewoon gaming food. En mensen die zeggen, ja, je kan niet eten en gamen tegelijk, jawel. Want als je gewoon, net als ik, slecht bent in gamen, dan ga je gewoon fucking vaak dood. En dan kun je gewoon dooreten. Zoals nu. Dus dit is wel een van mijn favoriete gaming foods. Dankjewel. Ik vind het een hele interessante vraag. Hij is ook een aantal keer langsgekomen. Favoriete gaming food of je favoriete snack tijdens het gamen. Daniel is een idioot. Dat is even wat er tussen gezegd moet worden. Wie de fuck gaat er chips lopen vreten en dan aan je controller zitten? Echt, wat voor fucking barbaar ben je dan? En daarom is mijn antwoord dan ook een heerlijk potje winegums. Winegums zijn de shit tijdens het gamen. Want één, je krijgt er geen vettige klauwen van. Daniel, trouwens, memo aan mezelf, laat Daniel nooit je controller aanraken. Dit geeft je geen vettige klauwen. En het smaakt ook niet heel veel als je op Teamspeak zit, of Skype, of Discord, of whatever the fuck. En dat is gewoon fijn. En plus, het zijn kleine, soort van kleine containers aan liefde en genot en suiker. Dus dat is belangrijk. Want dan kun je telkens als je dood bent, of als je, weet je wel, in een game even niks te doen hebt, kun je er eentje pakken. Heb je langer niks te doen of zo, weet je wel, ben je dood en moet je spectaten, dan kun je dat hele ding wegvreten. Wat ik dan ook vaak doe. Dus ja, als ik een slechte game heb, slechte run, en ik heb een zak winegums naast me liggen, dan eet ik zo'n hele zak winegums in een dag op. En dan de volgende dag scheid ik zeg maar gewoon één grote jellybean. Gewoon pure fucking gelei. Maar, het maakt me niet uit welk merk het is, of hoe duur of goedkoop het is. Het is gewoon guilty pleasure dit. En het smaakt ook niet zo, dus dat is gewoon goed. En Daniel, je bent echt een idioot. Ik neem terug wat ik zei over dat ze niet goedkoop mogen zijn. Of dat ze wel goedkoop mogen zijn. Deze zijn echt heel slecht en heel taai. Deze zijn echt zo taai dat ik echt vermoed dat ze er van, I don't know, voor de Tweede Wereldoorlog waren. Het is echt wel lekker, maar je komt er gewoon niet doorheen. Wat is je favoriete gamerfood? Mijn eerste antwoord was eigenlijk, ik eet nooit tijdens het gamen. Maar dat is, ja, dat is ook gewoon een beetje zelfbescherming. Want als ik eenmaal begin te eten, dan blijf ik ook eten. En dat is vooral bij Engelse drop zo, wat ik nu dus niet heb meegenomen, want anders eet ik me misselijk. En met spekkies. En bij spekkies maakt het niet uit hoe skeer ze zijn. Je kan gewoon zoals bij deze zak. Je krijgt ze nooit open. Dit gaat... What the fuck? Dit had ik moeten oefenen. Nice. Kijk. Je hebt een mooie zak. En het enige wat je doet is gewoon je gaat dood. En je pakt... En zo. En dan kan je weer door. Het is ook zacht.
De zaak maakt weinig geluid. Dat is fijn als je... Ik stik echt in die fucking spekjes. Maar goed, ze zijn zacht. Dat is heel fijn. Want daardoor maakt het weinig geluid tijdens de voice chat. Dus je kan gewoon eten zonder dat mensen het doorhebben. Dus spekjes. Het is zo ongemakkelijk als je normaal een goede frag opneemt en er staat gewoon misschien één persoon of zo. En nu staat er zo'n hele crowd voor je. We hebben allemaal wel onze favoriete gamerfood. En ik ben zelf niet zo'n fan van bijvoorbeeld chips, want daar krijg je fucking gore handen van. Als je gaat eten, maar de gamerfood die voor mij numero uno is, is fucking Toffifee. We zijn niet gesponsord door Toffifee. Als je kijkt, Stork, we got you hooked. Ja, Toffifee. Deze shit is lekker. Het is praliné bonbons. Ik zal jullie nu even heel skillful laten zien hoe de fuck je zo'n ding eruit krijgt. Want dit kan op twee manieren gaan. Soms dan gaat het goed. En dit is Daniel's idee trouwens, dus fuck you Daniel. Maar soms gaat het goed en soms gaat het mis. De truc is dat je hieronder duwt. En kijk, ik heb hem skillfully eruit gehaald. Maar als je pech hebt, dan flikkert hij op de grond. En dan, ja, zonde. Moet je niet doen. Dus voor mij, Toffifee. Fucking lekker, jongen. Nou, daar heb je het. Het was op zich best wel lekker. We zijn natuurlijk ook benieuwd naar wat jouw favoriete gamingvoedsel is. Wat stop jij in jouw mond als je net dood bent gegaan in een game? Of wanneer je gewoon lekker je ding aan het doen bent? Het mag allemaal. Vertel het ons. En natuurlijk, voor volgende week zoeken we weer een nieuwe goede frag om te behandelen. Dus heb je een leuke vraag? Het mag over eten, drinken, games, whatever gaan. Drop hem hier in de comments en dan gaan wij kijken of we volgende week door kunnen gaan met een nieuwe goede frag. Nieuwe vragen, nieuwe antwoorden. Super spannend allemaal. Anyway, ik was Tom van Gamerset.nl. De ballen, tot snel op de website of ergens op YouTube. Maakt mij ook niet uit. Als je er maar bent. Ik hou van je. Doei!